Hallo, dit is Paamaaien TV-journaal. Welkom van Paamaaien TV. Ons wakker was meer dan 30 jaar een trouwe bezoeker van de cliëntenraad SP. Hij is altijd een kritisch raadslid geweest. Hij heeft vele opvolgende directeuren, bestuurders en managers meegemaakt. Vanwege zijn hoge leeftijd moet hij nu stoppen. Paamaaien TV was bij zijn afscheid en sprak met hem. Ik heb een beetje rondgevraagd van hey, waar stond Fons nou onbekend? Nou, het eerste wat ik kreeg te horen, en dat hoorde ik daarnet ook al, dat je een waanzinnige charmeur bent. Ja, want je zei me daarnet bij inkomst, ik heb mijn hofdames bij me. Ja, in Rotterdam zeggen ze de oude wijvendief. Juist. Maar daarnaast, weet je, ben je ook altijd heel attent naar anderen. En nog steeds. En dat is wel iets wat benoemd mag worden. Hebben al die directeuren ook naar jullie als cliëntenraad geluisterd? Sommigen wel en sommigen toen ze binnenkwamen en toen we kennis met hem hadden, hadden ze gemaakt, nou jongens, jij houdt het niet in handen. Wie vond je de fijnste directeur? Waar heb je de beste herinnering aan? Nou, ik heb met Gerda heb nog steeds contact. Ik vond Gerda een fijne meid. Wat is nou in de loop van de jaren bij Paamaaien veranderd? Kan je dat aangeven? Het is groter geworden. Groter geworden. En om te zeggen, jongens, het is een grotere gezelliger geworden. Zeg ik nee. En waarom niet? Omdat er een hele hoop lui bij zitten die weinig ervaring hebben. En die komen net kijken, hè? Die komen net van net in de verdeld vandaan. Die hebben misschien help meegemaakt voor de tijd. Maar na een zekere tijd moet eruit. Zou je de cliënt eruit missen? Ik mis mijn vrienden. En die zaten ook in de cliëntenraad. Vrienden bij de cliëntenraad. In het Zuiderpark van Rotterdam werd op zaterdag 13 september Rotterdam Sport op maat georganiseerd. Daar werden steeds demonstraties gegeven hoe mensen met een beperking kunnen sporten. Paamaaien TV ging erheen en volgde Jeroen van der Sluis, die in het honkbalteam speelt. Ik ben Jeroen van der Sluis en ik honkbal 2 jaar bij de Puma's. Mijn naam is Salma Frans, ik ben van de Portland Puma's. Ik ben een van de coaches die de groep begeleidt. Dat doen we inderdaad al 2 jaar, doen wij deze groep begeleiden. Dat doen we met een aantal coaches. Dit is Deborah Boekhout. Hallo. Zij is ook 2 jaar begonnen met bij ons te komen spelen bij de honkballen bij Portland Pumas. Dit is Shueli. Zij is ook 2 jaar geleden begonnen bij het team. Zij is eigenlijk een van de betere spelers die heel hard kan slaan en goed slaat en goed speelt. Edwin is ook 2 jaar geleden begonnen bij de groep. Hij is ook een van de betere spelers die een lekkere hoge slagbal is. Wij staan ervoor om de mensen die met een beperking leuk te laten spelen als onderdeel van lekker bewegen. Dat Rotterdam wil dat iedereen aan bewegen komt en gaat. En wij van de Portland Pumas bieden de mogelijkheid om dat de mensen met beperkingen een sport kunnen beoefenen. En dat kunnen ze bij ons doen. En Jeroen, hoe vind je dat in het team? Ja, ik vind het wel leuk om in het team te spelen. Ik heb vroeger gevoetbald. Ik vind het een leuk teamverband. Ook bij de mensen omheen, contact met mensen. Ik ben daar in de teamsport en geen sport die je alleen moet doen. Ik zou zeggen hartstikke bedankt en het sportster. Ja. Iedereen weet dat per 1 januari aanstaande de wet maatschappelijke ondersteuning ingaat, de WMO.
Voor veel cliënten van Paameijen van belang, want de gemeente wordt dan verantwoordelijk voor hun zorg. Veel gaat veranderen, maar wat dat nu precies voor de cliënt gaat betekenen, weten we nog niet, hetgeen onrust bij de cliënt doet ontstaan. Daarom worden er binnen Paameijen transitiecafés georganiseerd waar cliënten met hun vragen en zorgen heen kunnen. Paameijen TV ging naar Schiedam, waar ze een van de directeuren van Paameijen ontmoeten. En in Vlaardingen spraken we met de wethouder WMO. De WMO is een wet die ons in ieder geval de kansen geeft om voor de burger te kunnen zorgen dat ze mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Mijn beeld is, en ik kom langer dan vandaag bij de Paameijer, is dat de mensen erg goed in staat zijn om hun regie zelf in de handen te nemen. Wij hebben de wijkteams waar we mee samenwerken met de Paameijer. Ik zeg altijd maar zo, en dat bedoel ik heel eerbiedig, deze mensen zijn helemaal niet zielig. Die mensen hebben soms een extra steuntje nodig, maar die zijn echt in staat om hun eigen regie te voeren en daar willen we ze graag in helpen. Nou, wij zullen, wat je merkt is dat het Rijk vooral aangeeft dat mensen langer zelfstandig moeten wonen. Dat mensen in plaats van beschermd wonen, dat ze ook zelfstandig moeten wonen. Nou, voor sommige mensen is dat helemaal niet erg. Sommige mensen moeten we dat vooral niet doen. Maar voor de mensen die dat best kunnen, daar zorgen wij voor een goede begeleiding. Zodat het zelfstandig wonen, dat een pretje gaat worden. En dat wij daar ook met goede begeleiding voor zorgen dat die mensen daar op een fijne en een goede manier kunnen wonen. In het dagelijks leven komen cliënten lastige situaties tegen. Bij formaat kun je leren hiermee om te gaan. Paameijen TV ging kijken bij de demonstratie. Een tijd terug kwam de vraag van Stichting Paameijer om modules te ontwikkelen waarbij we mensen verder konden begeleiden richting arbeidsmarkt. En daarvoor hebben we nu een module ontwikkeld die heet Aan de Slag. En dat zijn dat is een module waar je in 12 of 10 bijeenkomsten met elkaar werkt aan de blokkades die jij zelf ervaart bij het aan de slag gaan of bij het participeren. Wat ik eraan gehad heb is om bepaalde dingen vanuit mijn verleden zeg maar naar boven te laten komen. En daar heb ik de goede beslissingen toch in genomen, want dat maakt me heel erg onzeker of ik jij wel de juiste beslissingen had genomen, zoals bepaalde contacten verbreken. En ik merkte gewoon dat dat me heel erg goed heb gedaan. We hebben verschillende spelvormen gehad. Die werkten rondom vertrouwen. Iemand kan een onderwerp inbrengen en dat krijg je een tegenspelen en dat wordt dan verder uitgediept. Ik had bijvoorbeeld het thema rondom een sollicitatiegesprek. Waarin ik best wel ben gediscrimineerd omdat ik een psychiatrische achtergrond heb. En dat hebben we dan helemaal uitgespeeld. En als laatste mocht je dan kiezen, wat zou je ermee willen doen? Nou, toen had ik dus, daar had ik niet eens mee willen werken, omdat ik daar gediscrimineerd werd. En dat heeft me daarna wel heel erg opgelucht en het heeft me sterker gemaakt. Ja. Er zijn twee modules. Er is één module waar mensen die totaal geen arbeidservaring hebben terecht kunnen. En die werken dus rond waarom. En hoe kan ik nou meer gaan participeren in die samenleving? En de andere module is voor mensen die reeds aan de slag zijn, maar die op een of andere manier steeds terugvallen. Je bent een tijd daaruit geweest omdat je een tijdje opgenomen bent geweest, of omdat je een tijd met verslaving te maken hebt gehad, of wat dan ook. En je wil weer aan het werk, maar je merkt dat je snel tegen je eigen grenzen aanloopt. En je wil wel heel graag alles doen wat er van je gevraagd wordt, maar het lukt je gewoon nog niet helemaal. Hoe geef je je grenzen aan? Hoe weet je van jezelf waar die grenzen liggen? Ik heb veel meer zelfvertrouwen, dus ik laat me niet zo makkelijk meer de andere mensen de wet voorschrijven of zo. Dus ik ben er wel heel anders uitgekomen dan ik in ben gegaan. Kan je het aanbevelen aan iedereen? Je moet er wel voor openstaan. Dus ik denk niet dat helemaal iedereen er voor openstaat. Als je denkt dat je al alles weet, wat niemand weet, maar dan voel je je niet thuis. We hebben de module nu één keer gedaan en gaan hem dus nu de komende maanden nog een keertje doen. Wat de vorige keer ook heel veel aan bod kwam, was het ontdekken waar je kracht ligt. Dat mensen zo gewend waren om heel erg te denken wat ze niet konden en waar je beperkingen lagen. En het
dat vond ik in de vorige keer heel, heel bijzonder om te zien dat, dat mensen bijna weer zelf dachten, oh ja, oh, maar ik ben ook ergens goed in. En hé, hey, dit kan ik. En als ik dit wat, als ik hiervoor ga staan, dan gaat dat ook. En dat is iets wat ook wel, nou, wat we ook met elkaar onderzoeken. Waar liggen je krachten en waar liggen je beperkingen en hoe kan je die inzetten om te zorgen dat zowel voor jou als voor je omgeving waar je in bent, dat goed gaat. Misschien heb je ook wel zin om mee te doen. Je kunt je nu inschrijven voor de cursus die begin oktober van start gaat.